Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloed nieuwe vlog. Ja, ik was even, maakt niet uit. Het is vandaag dinsdag 17 april, ja, 2018. Het is nu 8:53. Ik ben even mijn waterkoek even aan het opeten. Kijk, waterkoek. Is lekker. En daarna gaan we even een blokje lopen met de hondjes en daarna weer even naar school toe. Gezellig! Doe een duimpje omhoog! Toppie! Zo. Maar zoals jullie wel kunnen zien, loop ik dus gewoon net als normaal. Elke ochtend, elke middag en elke avond lekker buiten. Maar wat jullie wel hebben kunnen zien in de vlog van gisteren, voordat we richting de kermis gingen, dat ik dus een andere heupgordel heb. Ik zal hem even zo meteen even door Roderick even laten filmen. En deze heupgordel die ik nu om heb, die komt bij Run Pride vandaan. Ik zal ook even hun link even sowieso even hieronder zetten. En dat is gewoon ideaal. Dus ja, dat is gewoon ideaal. Ja. En je hebt meer opbergmogelijkheden dan in het broekje. Dus zometeen daar even iets meer over. Ik zal even Roderick vragen of hij even zometeen gaat filmen voor mij. Voor ons. Dus dan zien jullie het zometeen het betere resultaat van mijn heupgordel. Nou, Karen heeft een nieuwe heupgordel laten zien. Zo, ben je wijs, ja? Even kijken hoe dat werkt. Dat zit extra zakjes, je hebt hier poepjes volgens mij. Ja, maar deze heb ik zelf aangebracht. Ja, die andere is... Deze die zat er al aan en deze zat er ook al aan. Yes. Hier heb ik nu even heel veel in, zoals skillsnoepjes en even mijn sleutels en hondenpoepzakjes ding. Oké. Okay. En die kan je heen en weer schuiven, zo te zien. Ja, en die kun je ook nog aan de andere kant doen. Oh, oké, okay, dat kan. Dus even wisselen. Voor linkshandige mensen. Juist, en dan doe ik ze even, kijken we even hoe dat los, zodat jullie even kunnen zien hoe of de wat. Maar dan moeten dames al even meedoen en luisteren. Kijk. En dat zit hier vast. Yep. Met een kliksluiting. Yep. En dan heb je twee, ja, we zeggen twee beugeltjes met ringen eraan. Yep. En dat is dus flexibel in links en rechts, terwijl het wel gecentreerd blijft. Dan doe ik één eraan. En twee. Twee eraan. En, de dames. En dan kunnen we lopen, dames. Ga je mee? Lopen. Kijk, dus als zij dus rechts gaan, kan jij rechtdoor blijven lopen. Ja. Want dit ding, dat is flexibel beide kanten op. Even kijken of je leert te krijgen. Anders kan ik het wel weer filmen. En wat jij dan? Ja, doe maar. Dit is dus flexibel in... Flexibel, ja. Die kant aan die kant, terwijl jij gewoon zo blijft staan. Ja, klopt. En als ze de berg opklimmen, is het ook handig. Hè? Als ze de berg opklimmen, is dat ook handig. Ja, toch wel. Maar het zit alleen niet gefixeerd als een broekje, dus je moet het redelijk strak om je middel gespen. Ja, want anders zo zakt het af. Gaat het allemaal afzakken, dat is niet handig niet. En jij bent verkouden. Nee, ik ben niet verkouden. Nee. Lijkt alleen maar zo. Ja, 's ochtends vroeg hè? Ja, altijd. Al of en of ik heb jou aangestoken. Aangestoken, je hebt niet eens een aansteker bij je. Nee, dus deze heupgordel heb ik dus bij de website Run Pride vandaan. Dat is een top ding, maar alleen ik wil ook nog even sparen voor een andere heupgordel. En dan kun je dus ze aan weerskanten vastklikken. Dus eens even kijken hoe en de wat. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, kijk even hieronder en dan kun je ze altijd bestellen. En noem dan wel even mijn naam, want dan weten ze dat je dus via mij bent gekomen bij hun. Nou. Toen waren we alweer even weg. Hi! Hi! Hoe gaat het met jou? Een beetje lat, wat was dat? Ja, even normaal, kom. Een beetje. Nee, want je zei ook net gewoon normaal hoor, dus. Ja, Ro, kom. Ja, wat nou? Dus? Ja, dus? Dan ga je helemaal daar lopen. Ik loop van naast je. Ik ga achter je gaan lopen. Nee, want zo had ik hem net. Toen was je aan die kant. Hoi, kijk. Hoi, okay. Toch wel? Ja. Maar hoe heeft jouw keelsnoepje erg geholpen? Dat is wel iets. Dat is helemaal niks.
praat wat harder en anders hou je hem vast. En praat harder. Helemaal, stem was helemaal weg. Oh, even normaal, kom. En nu is het al wat beter. Even normaal, kom. Het is normaal. Nee, dat is niet... Normaal! Het was heel erg weg. Normaal! Heel graag. Nu is het gelukkig wat beter, dus dat... Kom. Scheelt wel iets. Sorry, maar ik moest eventjes een hond eventjes corrigeren. Ja. Oké. Okay. Ze vond het dus leuk om dus een hoe heet dat, zo'n dingetje? Snor ding? Snorfiets af te rennen. Terwijl ze dus aan mijn heup vast zit. Dus ik werd zo wat naar achteren gelanceerd. Dat werkt niet echt helemaal, nee. Maar oké, maakt niet uit. Kijk. Gaat het nog steeds met Max nog steeds? Hoe gaat het Max, daarmee? Gaat prima mee. Heeft lekker gezwommen vandaag. Ja. Water gespeeld, daarna nog even gezwommen. Ja. Ja, ik zie nou niks hoor, dus... Ja, oké, dan pak ik. Nee, maar je kan wel eventjes zeggen van of ik het goed heb. Nee, je hebt het goed. Mooi. Ik ben helemaal in beeld. Nou, Max... Max heeft goed gedaan. Ik kwam met een vervelende honden tegen. Een paar keer. Ja, ik ga zo wel hier lopen, Ro, want dit is wat beter. Oké, Max. En want ik ben rechts, dus dan zie ik mezelf ook. Want anders dan zie ik mezelf niet. Oké. Oh, we kwamen dus een paar keer dezelfde vervelende hond tegen. En dat was wat loslopend, terwijl onze honden, jouw honden, mijn hond, Bert-hond, wel aan de lijn zaten en dus dichtbij hielden. Ja. En... Ja, die hond had een balletje, maar ja, dat loopt natuurlijk alle kanten op. En dat is wat grommen over en weer. En ja, jij houdt je honden kort. In toom. Ja. Onder rappel. En ja, die andere hond dus niet. Nou, nee. Dan ga je de andere kant op, zei je één kant op. Hé, hey, laat hem weer tegenkomen. En laat hem nog een keer. Ik denk maar ja, denk eens even na. Maar niet dus. Ja, maar dat is ook heel moeilijk, want ik heb op die kleine van mij, heb ik... In training staan en dan toch nog aandacht geven. Ja. Dus staat in training. Is dat nou zo heel moeilijk? Er staat er niet op van geef mij aandacht volgens mij. Nee, volgens mij niet. Nee, wat doen jullie daartegen als het toch staat in training? En er zijn mensen die aandacht geven. Normaal geef ik eventjes een snij van niet tot yesterday. Maar heb ik eventjes me rustig gehouden. Normaal ben ik niet zo, maar oké. Okay. Ja, maar wat doen jullie daarin tegen? Ik heb zoiets van, oh, jij geeft mijn aandacht, hond. Mijn hond aandacht. Nou, dan ga ik jou eens even aandacht geven. Vind je het ook zo leuk als je op je bol geuit wordt? Nee, nou, hij dus ook niet. Nou, vragen. Nou, ze vinden het wel leuk, maar er staat in training. En, en in training heb ik niks voor niks. Precies. Lady heb ik in therapiedok. Dat is echt gewoon een hond voor mij die mij gewoon rustig houdt. Daarentegen. Hoi. Hoi, hoi. Volg jij lijn, kleine. Kop, volg lijn, kop. Volg lijn, goed zo, keurig. Kijk, we zijn nu wel rustig. Ja. Er komen twee tackeltjes langslopen, die ruwwagen tackeltjes. En het staat hier gewoon rustig. Even kijken van wat komt er nou langs. Geen probleem. En hier is heel ergens anders druk mee. De gemeente helpen, zeg maar. Okay. Ja. Onkruidwieden zegt hij ook nog. Kijk, dat is leuk. Ja. Nou, dat eventjes weer tenzijde over de hondjes. Ik weet dat jullie een hoop video's ertussen zitten qua dagen. Maar dat is ook omdat we allebei even helemaal niet af en toe lekker zijn. Dus dan vergeten we ook eigenlijk gewoon te vloggen. Terwijl ja, dat hoort ook gewoon bij het leven. Maar ja, als je beide ogen half dicht zitten, ja, dan kun je ook amper je stem kwijt bent, dan kun je ook gewoon niet praten, toch? Nee, ik kan niet echt makkelijk vloggen. Ik kan alleen laten zien wat er gebeurt, maar er gebeurt eigenlijk niks. Dus wat heb je te vertellen? Niks. Dus ja, dan liggen we allebei een beetje op onze bed. Hey, kom. Van normaal. Dank. Auw! Zo. Ging niet weg. Ja, precies. Maar oké. Okay. Dat weer even tenzijde, ja. Hè? Ja. En dat heb je als je honden uitlaat en toch een vlog opneemt. Ja. En als je een druktemaker hebt. Die wil nog wel eens trekken, ja. Ja. Maar oké, maar maakt niet uit.
Maar we gaan gewoon weer proberen om het vloggen weer een beetje op te pakken. Want ja, we hadden ook even onze vlogcamera niet. Daar mag je wat meer over vertellen. Ja, er was een manco in. Twee. Twee manco's eigenlijk. Even dus, wel proberen te pakken. Twee manco's waren erin. Vlaglijn nu! Is niet helemaal. Zoals het hoort. Twee manco's. Dus toen hebben we dat de camera weggebracht. De camera weggebracht naar de mediamarkt. Waar we de camera online besteld hadden. En het probleem uitgelegd. Nou, zouden we het opsturen. Nou, hebben we het opgestuurd. Sorry. En ze konden niks vinden. Dus hebben ze weer teruggestuurd. En het probleem bleek, ja, een soort van opgelost te zijn. Anders dan dat er een discrepantie was in het audio-video gedeelte. Dat er soms een stukje audio ontbreekt, zeg maar. Aan het eind van het filmpje. Dat loopt niet helemaal synchroon. Ja. Nou, dat is nog te doen. Maar niet al te korte tijd later. Weer hetzelfde euvel. Camera die doet het niet. Die gaat niet aan, gaat niet uit. Wil niet focussen, wil niks meer. En ook het synchroon. Dat heb ik net gezegd. Oh, dus ja, weer hetzelfde euvel. Dus wij weer naar het servicecentrum. Van de Mediamarkt. Van de MM, de rode. Weer problemen uitgelegd. Weer de documentatie meegenomen. Nee, door. Hey. En nou, dus weer opgestuurd. Kregen een mail terug van ja, het is totaal los verklaard. Ik wil een beetje naar jezelf. Ik kijk naar mezelf. Ja, oké, okay, maar. En ik leren dat hij niet al te wazig wordt. Mag ik heel even kijken? Kijk maar rustig. Ja, maar het is normaal, kom. Maar. Dus. Ja oké, okay, maar je moet ook even om de batterij denken. Ja, oké. Okay, dus, dat je niet een heel volle van zo'n klein verhaal naar zo'n groot verhaal gaat. Ja, oké, okay, nee, ik vertel even wat er gebeurd is. En even aan deze kant lopen. Max, kom. Deze kant. Kom maar. Doe ik het even zo. Ook goed. Dus weer het verhaal uitgelegd. Mediamarkt. Weer opgestuurd. Mail teruggekregen. Totaal losverklaard. We moeten eigenlijk dokken, maar... Dan moet je dus €38 betalen om je kapotte camera terug te krijgen. En anders 150 voor een hele reparatie. En anders kan het wel gerepareerd worden voor €150. En deze camera was 144 volgens mij. Ja. Dus dat is ietsje meer dan. Oké, dus dat schiet niet echt op. Dus ik heb even gekeken van nou, wat kan je dan nog aan interessant schrijven. Dus ik heb elkaar een mailtje opgesteld van oké, wat is het probleem nou? Dit zijn de problemen en ik zie dat niet terug en het is nu al 2 maanden zonder. En anderhalve maand is wat. Dus ja. Dan bij de mediamarkt geldt de regel als je meer dan 1,5 maand je product kwijt bent aan de service, weet ik wat, dan krijg je een gratis en vervangend exemplaar zonder extra kosten. En nou, dat is helemaal perfect geregeld. Dus we zijn heel erg blij met deze camera. Allebei de euvels treden niet op. En nou, je ziet het. Prima beeld, stabiliteit. Helemaal top van Mediamarkt. Dank jullie wel. Kijk, nou wel. Ja, die zijn natuurlijk heel slag. Ja. Maar hoe oud is dat kleine? 10 weken. 10 weken, wat schattig. Hey, kom dan. Hi Senna, ja je bent lief. Hey Bentje, ja. Maakt niet uit, ik moet toch nog straks onder een douche. Hey Ben, Bentje, kom dan. Higgeboe. Ben je? Hallo, ja dankjewel schat. Ja. Senna, je hartstikke vies. Ja, dankjewel voor je kusjes. Hè?
Ja, leuk ook, hè? Als je dit weer terug wil zien, dan moet je gewoon op en op YouTube gaan kijken, hoor. Senne. Hé, meisje. Kilo, en dat zou je ook niet zeggen. Ja, maar misschien is ze wat langer. Ja. Maar wij gaan wel eens naar dat tuincentrum. Zit er op? Ja, daar zit ook een dierenarts. Ja, ja, ja. En dan kan je ze wegen. Ja, klopt. Daar komen, dan wegen we in Den Haag, ja, daar bij, en bij Petsheld. Ja. Ja, net en net bij en bij de friet daar ook. Ja. Ja. Oh ja, daar ga ik ook met hem inderdaad. Ja, ik ook. Ik ook met hem en mijn twee meiden. Hé, hey, wat ben je mooi! Zo, ben je er niks aan? Ik heb echt niks voor je. Hé, hey, Ben! Benji! Ja, ik heb nou ook niks bij me, schat. Nou niet. Eigenlijk moet dat wel, hè? Ik heb mijn hand in mijn zak. Als postbezorgster, hè? Moet dat eigenlijk wel, hè? Ja, wil je een puppybokje? Ja, maar met Lovely en was hij ook heel lief, hè? Ik heb zelf namelijk ook nog een pup. En van volgende week maandag 6 maanden. En dat is dus een kruising Border Collie Malamute. Oh, dat is ook een grappige. Ja, maar ik wil meespelen. Hi, Senna. Hi, schat. Ja, dat en dat vindt Lovely ook leuk, zwemmen. Ja? Ja. Hè? Senna zwemt niet. Wel alleen een beetje pootje baden. Langs die kant rennen. Ja, langs de kant rennen. Oh, zo. Oeh, ging nog maar net goed. Wees snel. Wat is het? Zo. Dat is leuk. Oh, shortcut. Oeh. Ik dacht gewoon staan hoor, jongen. Geen enkele... Kijk, die zit gewoon op een bankje in de oog. Nee, maar ik ben druk aan het vloggen, dus als je dit weer terug wil zien, dat kan. Oh, dat vind ik leuk. Moet je gewoon mijn naam zoeken, Karin met de Zee van der Werf. Leuk. En met de C. Ja, hij kijkt het vooral aan en af en toe gaat hij er ineens soort bijstellen of hij erbij hoort. Ik zie dat het dus niet eens. Nee. Hij begint het ook steeds grappiger te vinden, dat spelen. In het begin vond hij alles enger. Als ze maar naar hem keken, dan piepte hij al. Ja, en socialisatie. Je merkt ook gewoon dat hij zijn eigen grens uitvoert. Ja, was dat lekker, Ben? Dankjewel. Fijn. Ja, ik heb nou niks bij me. Ik wou lekker Sven. Sorry. Benji, kom eens hier. Ben! Kom! Ja, goed zo. Waarom luister je wel altijd naar mij? Goed zo hoor. Ja. Ja, er floot iemand het goede fluitje. Ja, nee, zag je hem kijken? Ja, jij wel. Maar hij komt zeker bij mij kijken echt zo. Maar ik heb echt niks. Ja. Ja, maar ik was meespelen in die stad buiten. Is ze mooi, hè, kind? Het grappige is ook dat als hij in de buurt is, doet ze al rustiger. Hé, hey, kerel. Nee? Dacht ik ook, hè? Bentje. Senna! Hi. Nou, goedenavond allemaal. Het is nu alweer bijna 8 uur in de avond. Ja, dames die waren van de stoeien hier. Ik heb een koffer klaar staan. Ik heb daar kleding in. Rodi komt ook straks deze kant op. Want wij hebben dus opnames. Voor wat ga ik nog niet vertellen. Ik mag het niet verklappen, sorry. Maar het komt ergens rond december uit. Meer kan ik niet vertellen, sorry. Maar oké. Waarom ik dus nu al eigenlijk ga afsluiten, want wij komen pas om
2 uur of zo thuis. Nou, dan moeten we nog de honden doen. Dus dan is het 3 uur voordat ik in bed lig. Nou, dan heb ik geen zin meer om af te gaan sluiten. Ik zou zeggen, dankjewel weer voor het kijken. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hieronder. En deel, like, weet ik het allemaal. Gewoon je eigen en reactie eronder lijkt me ook top. En dan zou ik zeggen, dankjewel en tot de volgende keer maar weer. Pas op!